radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, en dan staat Gerry Lubberinkhof naast. Maar Gerry, hoe kom je er zo bij om zo'n openingsact te bedenken? Ja, hoe kom je erbij? Je komt wat tegen op Facebook, zeg maar. Er is een filmpje van uit de Fresh Prince of Bel-Air. Met Will Smith en met Carson, zeg maar. Op een gegeven moment doen hun een dansje op een podium in Las Vegas. En dan kwam Facebook voorbij en denk ik, hey, dat is leuk, dat gaan we doen. Dus hebben wij Melissa gevraagd om ons te ondersteunen, zeg maar, voor het dansen. Want ik kan in die antwoord, kun je wel zien. Maar, dan kun je ons helpen. Zeggen, willen we dit dansen doen? Ja, zeg ze, dat is goed. Maar we gaan nog meer doen. Dan dacht ik, dan moeten we echt oefenen. Want ja, dat wil nog wel. Maar het is gewoon fantastisch. Het is echt ook een hele eer voor ons dat wij dat mochten doen. En we doen al meer dan 12 jaar doen wij hier de beveiliging. En ik vind het gewoon fantastisch dat wij dit jaar mochten openen. Ja, zijn jullie ervoor gevraagd? Ja, we zijn ervoor gevraagd. Ja, vorig jaar tijdens de evaluatie zei ze van, god Gerry, wil je volgend jaar Woodstock openen? Eerst ik zei, ja, is goed. Leuk. Toen moest ik de rest van de mensen nog vragen. En de meesten waren allemaal dol enthousiast, dus je kon het zien. Was het nou moeilijk? Nee, het was niet moeilijk, nee. Maar wel heel leuk? Het was echt heel leuk. Het is juist het plezier ook vooral met het oefenen. Want je gaat met z'n allen, we trainen altijd wel samen, maar doen we hele andere dingen. Maar zo, dit soort dansen, zeg maar, de eerste dag was gewoon één groot feest, zeg maar. En dat is dan gewoon leuk. Ja goed, sommigen waren wel een beetje zenuwachtig, en dat is logisch. Weet je wel, je staat voor een publiek, sta je op te trainen op een festival. Maar het is gewoon fantastisch om te doen. Ja. Nou hebben jullie nog een flinke klus voor de boeg natuurlijk, 3 dagen festival. Hoe kijken jullie daar altijd naar uit? Nou, we kijken eigenlijk naar dit festival, is wat wij in onze alle festivals zoals we doen, is Dikke Woedse gewoon het mooiste festival wat er is. Waarom? Het is zo'n fantastisch goede sfeer. Zo gemoedelijk, zo relaxed. Mensen zijn hartstikke lief voor elkaar. Problemen zijn er eigenlijk niet. En dat is gewoon geweldig. En dat weten wij als team. Wij zijn als team ook heel goed op ingespeeld, op alle mensen, weet ik het allemaal. Ja, en wij, iedereen, niemand van mij die, van mijn team, die gaat nu met vakantie. Ze plannen vakantie allemaal om Woedstock heen. Want iedereen wil hier gewoon werken. En dat is gewoon geweldig. Ah, dat klinkt heel gaaf. Met hoeveel man zijn jullie hier dit weekend? We zijn hier met 25 man. Ja. Dat is behoorlijk. Ik wens jullie heel veel succes, maar ook heel veel plezier. Nou, dankjewel. En jullie ook heel veel plezier en succes, hè? Dankjewel. Oké.